Ieder binnen 5 seconden als jij gratis de Brawl Pass zou willen. Zoals ik net zei, gift ik de Brawl Pass. Het enige wat je moet doen is abonneren op dit kanaal en iets leuks in de reacties achterlaten. Zoals jullie zien heb ik Pam gepakt en Sprout. En Pam heb ik hier uit de winkel. Die heb ik namelijk met sterpunt gekocht, zo'n mega doos. En daar kreeg ik Pam uit. En Sprout heb ik uit de Brawl Pass. Nou, ik heb ook nog wat challenges klaarstaan. Zoals 180.000 schade met Pam. En 300.000 schade in Solo Showdown. Dus dat komt mooi samen uit. Dus hopelijk kunnen we even een normaal potje gaan doen. Zonder dat de wifi weer raar gaat doen. Dat gebeurt wel eens. Maar zoals het er nu uitziet, wil hij het wel doen. Hier loopt een Poco. Kom hier, Poco. Oké, die hebben we. Ah, heeft hij net die krachtpunt gepakt. Deze, we hebben de ult ook alweer van Pam. Kom hier. Kom hier, kom hier, kom hier. Oké. Deze inzetten. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oké, hebben we ook. We hebben nog 3 mensen live, dat was die in een bordje. Nee. Dan zit hij hier. Nee, hier. Nee, we kunnen deze krachten nog buiten pakken. Oh, Colt. Het is een Colt. Oké, hoppakee, we hebben gewonnen. Meteen om het eerste potje. Eerste geworden en we hebben 15.000 schade met Pam gedaan, dus laten we meteen nog een potje doen. Ik wil eigenlijk tenminste wel die challenge met Pam aan en daarna misschien nog even met Sprout spelen. En dan dat zien we. Dus we pakken deze krachtpunt eventjes. Deze Pam die leest het wel hoor, maar dat is echt heel heerlijk op close range. Ik zag dat hier iemand stond, staat in de dag? Nee, natuurlijk niet. Misschien kun je... Oh, hij is wel al gekild, denk ik. Ze hebben elkaar gekild, want hier liggen 2 krachtpunten. Moeten we oppassen. Misschien zit hier nog iemand in de bosjes. Laten we voor de zekerheid wat erin schieten. Nee, en hier ook niet. Oké. Misschien hier wel. Nee, ook niet. En hier en ook niet. Oké. Nog 6 mensen live. En een Bibi loopt hier. Kom hier, Bibi. Bibi, 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 Bibi. Oké. Papa. Kom op, kom op. Bibi, kom hier. Bibi, kom hier. Bibi, kom hier. Bibi is vervelend. Nou ja, laat maar zitten, want dit heeft geen zin om deze achteraan te lopen. Even meer. Wow, 12 krachtpunten man. Zoveel. Oké. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Nee. Bibi, je gaat nu niet vervelend doop doen. Oh man, Bibi weer hè. Wilt hij eerst niet vechten en dan op het moment dat het hem uitkomt, wilt hij ineens gaan vechten. Ja hoor. Oké, we moeten nog even kijken. 60.000. Dat is al veel hoor. Poeh. Dat is echt heel veel. Bam, bam, hier komt Pam! Deze krachtpunt pakken. Als er iemand anders niet op afgaat. Nee, zeker niet. Oké. Dus de laser, hoppakee. En hier. Nog een Jesse. Oh nee, wordt een beetje ingesloten. Hier ook een, hoe heet het? Hoe heet je ook weer? El Primo? Nee, ik hou jou goed vast, dank je jongen. Jammer hè? Oké, Jesse die is lekker bezig. Pakken we deze nog even, want het is zonde om te laten staan. Oké. Komt weer een El Primo achter me aan. Maar op die El Primo's kunnen we wel lekker wat damage doen. En
omdat als we hem gewoon uit de range houden, dan komt het helemaal goed. Kom op. Oké. Okay. Weer. Kom op, kom op. Oh ja, we hebben 100% gekild. Oké. Jesse. Jesse. Kom op. Oké. Pompen deze hier nu. Hili. Snel. Ah, nee, die turret, joh. Ja, die heeft het verpest voor mij. Heel slim geplaatst. Die heeft het echt verpest voor mij, die turret. Van haar van Jesse. Jammer, we hebben al 20.000 damage gedaan. Waardoor we nu nog maar 40.000 damage hoeven te doen. Dus. Dat is niet zo heel veel meer. Maar eigenlijk ook weer wel. Dus we moeten eigenlijk nog 2 van deze potjes hebben. Maar ja, wie zegt dat je zo ver komt? Pak je deze krachtdoos nog even snel, want er komt een roze aan, dacht ik, maar toch niet. Hier staat ook nog een krachtdoos. Oké. En open doel, huppa. Misschien kunnen we Rosa nog even aanvallen. Ik weet niet of die hier nog is. Ziet die hier toch? Nee, oké, dan kunnen we deze. Oh, het Rosa is in gevecht met Boel. Oké, kom op. Hoppakee. Oh mijn god, ik dacht echt dat ik hem had. Maar ik schoot gewoon volledig mis volgens mij. Maar maakt het niet uit, 5e. Weer wat damage gedaan, 4000, echt weinig. Maar ja. Oké, laten we nog een potje doen. Misschien, ik ga zo meteen na dit potje ook nog even toch een potje met Sprout doen. Aangezien we toch nog heel veel damage moeten doen in Solo Showdown. Dus pakken deze krachtdoos even, want... Ja, ik heb echt heel veel misgeschoten. Want normaal kan je die met één magazijn waar je helemaal kapot maakt. Die dozen, zeg maar. En nu niet. Dus dat betekent dat ik heel veel... Primo. Oké. Kom maar hier, Primo. Oh nee, Wifi, kom op. Niet nu. Ja, we zijn weer dood. Kom op. Oké. Oh. Die ult van mij, die heeft me een soort van beschermd, want haar auto aim ging daar naartoe. Dus Rosa, kom hier. Oké, Rosa, kom hier. Rosa, hier komen nu. Je bent nu nog low. Rosa, kom hier, nu. Nou, Rosa, lekker. Ja, de shield ben ik dood. Lekker slim, hè. Lekker slim dat jij weer gaat aanvallen, Julian. Ja, maar ja. Weer 5e geworden. En weer damage gedaan, dus... Kijk, we gaan even sluiten. We gaan even nog wat potjes met Sprout. Huppakee. En we kunnen bijna weer een grote doos openen, ja. Misschien wel. Ja, dat moet wel lukken, toch? Het volgende potje, als we goed spelen. Dan krijgen we genoeg van die tokens. Ja, volgens mij is het letterlijk tokens. En dan wordt het dan verdubbeld. En we moesten er nog even kijken. We hadden 26. Oh, dat moet wel te doen zijn, toch? Moet wel weer even wennen, want ik ben gewend om met, hoe heet het, te spelen. Bam. Oké, nog 10 mensen live, joh. Is er nog niemand dood? Oké, een Bo. Bo, kom hier. Oh, daar heeft die nieuwe. Die Gale. Hij is echt ziek low, joh. Ik vind hem op zich wel geinig, maar je kan hem ook gewoon uit een... Ah, nee, man, nee. Gaan we nu op zo'n... We hebben de laatste tijd steeds vaker. Irritant, joh. Volgens mij ligt het ook een beetje aan de service van Brawl Stars, hoor. We moesten er... 26. Oké, dan moeten we nog 1 potje spelen. Oké, spelers zoeken, kom op.
Deze, die wordt gepakt. Ik ben gewoon bijna one shot met de fight op afstand. Oké, kom op. Open hem alsjeblieft voordat Jesse hier is. Want ik... Oh mijn god, pak ik die krachtpunt weer niet. Sorry hoor, maar ik word zo chagrijnig van elk spel, man. Op de dag dat ik dit opneem, ben ik al chagrijnig. En dan weer nul. Ja, ik vind het best. We gaan terug openen die grote doos. Ja, net genoeg. Ik zat even te twijfelen. Zit er nog wat in? Nee, natuurlijk niet. Waarom zal er ook iets in zitten? Shelly. Piper. Nou, leuk. Heel leuk. Nou, in ieder geval. Wil jij nou de Brawl Pass? Het enige wat je moet doen is abonneren op ons kanaal. En iets leuks in de reactie zetten. En dan check jullie later bij de volgende video. Doei doei!